Tja mensen, daar ben ik weer. Mijn naam is Milan en ik ben op Dus David Games. Dit is dag 15 in deze prachtige mooie Dus David Games server. Waar nog steeds niet alles is bekeken en waar elke dag nog steeds keihard wordt gebouwd en nieuwe creaties worden gemaakt. Wij gaan verder kijken. Ik sta nu naast Ipato. Daar heb ik volgens mij de vorige keer al iets laten zien. Maar hij had een tv. Waar is je tv, Pato? Want hij had een of andere tv, zei hij. En toen zei ik, oké, is goed. Dan ga ik dat wel even bekijken voor je. Of met jou. En dan ga ik dat doen. Oh, dat is de tv. Waar zijn de naakte vrouwen op tv? Die wil ik. Doe aan. Ik wil die tv aan. Ik wil hem zien. Ik wil bewegende dingen zien. Waar is de tv? Is dit het? Oh, hij verandert van kleur. Achter, daarachter. Nee, niet daarachter. Oh shit. Mato? Ja, ik dacht achter de pc. TV. sorry, maar ik ga weer. Doei. En succes met bouwen. Dat hoort hij niet. Maar ja. Dat was een hele mooie tv. Jammer van die naakte vrouwen ding. Even kijken, wat hebben we nog meer? Minecraft NL. TP Minecraft NL. Alleen die eerste drie letters? Oh, dat is handig. Dus alleen mijn mic. Okay. Hallo. Hallo meneer. Hij heeft een creatie, denk ik. Fontein. als je kijkt, fontein schrijf je met EI. Maakt niet uit. Kleine spellingsfout. Kan gebeuren. Ik bedoel, ik schrijf fontein ook altijd met lange I en daarna met dubbel N. Maar dat maakt niet uit. Dat was vroeger. Toen ik nog, weet ik veel hoe oud ik was. Villa Huisding. We gaan dit eerst even van boven kijken. Dan kan ik even kijken waar ik precies helemaal in ga. Hey, vliegen. Vliegen, Kreng. Hot. Jetpack aan. Zo. Dit is wel nice. Dit is zeker nice. Ja, ik kom al. Sorry, ik kom al. Zo. We gaan naar binnen. ik snap alleen niet waarom je ovens als ingang hebt. Dat is een beetje raar. Maar oké, okay. Creeper. Leuk. Maar dit is alles? Het is mooi, maar het is nog niet helemaal gevuld ofzo. Hé hey, meneer. Alles goed? Alles goed? Oh nee, zo! Ah! Oh. Oeps. Probleempje. Oh, ik word weer gebeld, toevallig. Ik neem weer op met dag 15, 14. En het is weer dat mijn telefoon gaat. Maakt niet uit. Ik wil reparatie. Ik maak alles kapot. Ik moet er snel vandoor. Snel vliegen, snel. Jetpack. Waarom kan ik er niet doorheen? Het spijt me. Het spijt me echt. Ik wist het niet dat die creeper ontploeft. Ik heb dezelfde. Nou ja, weet je wat? Ik heb dezelfde spelling als hem met zijn fontein. Ik zeg ontploeftoef. Ontploeft. Lijkt op fontein met een lange I en dubbel N. Maakt niet uit. Wie heeft nog wat moois? Zo, gefixt. Hij heeft het al gefixt, gelukkig. Goddank. Dus hier is aan gegeten. Oh, dat leek zo. Hier leek het zo. Zie je, het lijkt net of het huis open is. Maar als je dan zo gaat kijken, dan lijkt het dat hij... Oh, hij is ook open. Wij gaan nog even naar iemand anders. Edgar, ik ben aan het opnemen. Doe even normaal. Oké, er was iemand... ik zag het niet, maar David typte dat. Wie had nog wat normaals? Wat leuks? Wat normaals? wie had... Maarten. XD. Dus dan doe ik slash tp ma. En dan ben ik bij blokjes. Wat? Blokjes wat? Maarten XD. Hoi Maarten. Wat ben jij? Een beer? Hallo. Is dit jouw creatie? Oeh, dit is vet. Het zijn donuts. Vet. Mag ik het opeten? Hoe heet die gast nou? Ik weet niet. Maarten XD. Maarten, dit zijn lekkere donuts. Wat? Dit zijn lekker kredantes. Lekker. Goeie. Dit is wel vet hoor. Dit vind ik echt een vette creatie. Het is ook, je kan ook van de een naar de ander. Oh ja, vier boven. Oké. Okay. Oh, dit is vet man. Serieus vet.
als je dit had, hè, helemaal zo in een rondje, zeg maar, van beneden helemaal tot helemaal boven, dan was hij echt mijn held. Dan had ik hem een regelrechte shout-out gegeven. En nou niet als je dit kijkt, Maarten, dit meteen helemaal gaan bouwen. Want dan moet ik dat ook echt gaan geven. En dan ben ik de lul. Maar het is echt vet. Allemaal donuts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lekker man. Cool. Heeft iemand nog wat leuks? Kap een boom. Pizzeria. TP Flow. Een pizzeria. Oh, hij is ook echt... Het zijn ook echt pizza mannetjes. Ik ga aan de andere kant staan. Hier moet ik denk ik bestellen. Kom eerst even binnen. Pizzeria Bella Froglia. Gemaakt door Bits, Fatawen, Florinas, iPad, iPato. Hé, dat is weer diezelfde kerel met de tv. Die verzinnen wel leuke dingen. Welkom bij Pizzeria Bella Froglia. Chef's Bits, Fatawen. Ja, oké, dat heb ik net gezegd. Ja, wil jij de pizza? Je kunt er pennen. Shit. Ik kan ben die pennen. Pas vergessen. Ons pizza wordt uit een echte steenoven gemaakt. Wil je drinken bij? Vraag dan aan de chefs. Nummer 1 pizzeria van de server. Ja, nummer 1 pizzeria van de server. Omdat ze de enige pizzeria van de server zijn, denk ik. Dan kun je snel nummer 1 zijn. Maar doe mij maar een pizza... Pizzachier. Wat heb ik nou aan brood? Jullie moeten dat gaan maken. Daar maak je meel van en dan maak je de pizza. Go! Go, go. Pizza. Go. Nummer 1 zijn jullie. Snel. Snelle servers. Go, go. Pizza, shake. Is dit... Dit is toch geen pizza? Wat een kut pizza. Ja. Ik wil een pizza. Maakt niet uit. Ik ga naar de volgende. Ja, dankjewel. Dat is een kip. Maar ja, het lijken pizza's. Geclaimd door 112 Dusty. Zo, dat heeft hij goed geclaimd. Heeft natuurlijk heel veel ingezet. Goed gedaan. Heeft iemand anders nog wat? Heeft iemand nog wat? Lucky? Lucky? Ja, Lucky 51. TP Lu. Dat is trouwens wel handig hoor. Dat is slash TP en dan 3 letters en dan ben je er. II. Wow, okay, dit is... Naar links. Daar, ja. Daar, wat is dat? Dan moet je kijken. Wat is dit? Thanks, we love the AD awesome sauce. Oh, dat is wel gruwelijk. Thanks, man. Afblijven. Of die ban... of the ban will be your death. Project event. Dank je voor de mensen die hebben geholpen. Graag gedaan. Ik heb niks gedaan, maar graag gedaan. Jongens, ik ben heel benieuwd. Er staat mij wat te wachten. Ontworpen, ja. Gebouwd door... Oké. Okay. Oh, hier zit niks in. Ik denk, ga even kijken, maar er zit niks in. Wat zijn dit? De bouwers. Oh, dit zijn de bouwers? Ja. Oh, wat vet. Dat is Lars, hè? Dus, invent. 112. Exterminator. Wat? Wat een rare naam. Daaf, die ken ik niet. En... Hé, maar deze is wel realistisch. Pidobia. Pidobia. Jan Wil. Nee, Jan wil niet. Ah. Even kijken. Is dit was het? Dit, nou, dit vind ik wel vet. Een Hall of Fame. Ja. Aan het plafond. Ah, jammer. Komt niks uit. Nou, ik zit vast. Help. Vrouwen zijn duur. Goh. Iemand nog wat? Of is het klaar? Oké, het is klaar. Dank je. Jongens, bedankt voor het kijken naar dag 15. Ik hoop jullie vaker te zien op Dus David Games. Ben je nog niet geabonneerd op Dus David Games? Dat lijkt me heel erg sterk, maar doe dat dan even. Druk ook even een duimpje omhoog en laat in de reacties weten of je dit vaker wil. En mis jij nou David? Geen zorgen, David is er bij dag 16 gewoon weer bij. Studio gaat hij misschien dan wel bezoeken. Wie weet. Ik zie jullie volgende keer hopelijk. En ik zeg later. Tja, doei.